Hi. De Koodiebox is gisteren al binnengekomen. 14 februari was de Koodiebox van de maand februari binnen. Wow, echt mega vlot. Hij is binnen, dus we gaan hem uitpakken. Ik hou van roze, dus ik vind het een leuke box. Wat ik wel jammer vind, en dat was vorige maand ook al zo, hè, in januari, box die was een beetje dat groen-grijzige, wat ik een hele mooie box vond. Maar het is geen nieuw design. En dat vind ik wel heel jammer. De laatste tijd zijn er geen nieuwe designs meer. Maar zijn het gewoon boxen die we al een keer hebben gehad. Maar goed, het gaat natuurlijk uiteraard om de inhoud. En ik hoop dat deze inhoud beter is dan die van januari. Want die van januari was, vond ik, niet fantastisch. Aangezien er heel veel producten uit de adventkalender in zaten. En ik heb natuurlijk niet voor niks de adventkalender niet gekocht. Ik heb gekeken wat ze er aan de advent. Vind ik niet leuk, vind ik niet interessant, dus ik koop hem niet. En dan gaan ze vervolgens alle producten in de maandboxen zetten. Dat is een beetje jammer. Samen met de Crushbox zijn dat er dus al 7 producten die in de advent hebben gezeten, die ik dus nu in de maandbox heb gehad. Nee, goed. Dat terzijde, we gaan gewoon lekker kijken wat er in de februaribox zit. En hopelijk is die wat beter dan januari. Ik heb de QR-code van het blaadje alweer geprobeerd. Helaas, ik krijg nog steeds de welkomstbox. Dus die doet het niet. Maar ik heb van Dutch Monique. Die heeft ook een YouTube-kanaal. Die heet ook Dutch Monique. Heb ik een link gekregen. Want bij haar deed de QR-code het wel. Dus dat is super. En ik zal hem er even bij pakken. De ene keer deed hij het bij mij wel. En de andere keer kreeg ik weer de welkomstbox. Maar nu heb ik hem. Jee. Hij doet het weer wel. En het thema van deze maand is de Mood Boost Box. Dus met andere woorden, het is winter. En daar word je wat down van. En we moeten hier de boel een beetje oppeppen. Nou, zoiets stond er in januari ook bij. En wat ze nu zeggen. De donkere en koude wintermaanden eisen hun tol. Op hoe we ons voelen, denken en handelen. De dagen zijn korter, het weer is regenachtig en we socialiseren minder dan gewoonlijk. Maar in plaats van na een lange dag in bed te springen, proberen we er tegen te vechten of te verzetten. En je in plaats daarvan te richten op het verbeteren van je stemming door je avondroutine wat luxueuzer te maken. Profiteer van de koudere seizoenen om wat extra tijd aan jezelf te besteden. Kleine dingen kunnen echt het verschil maken in hoe we ons voelen. Of dat nu een heerlijke geurende kaars is, een schuimende rij. Oké. Ik heb het idee dat ze nu gaan vertellen wat er in de doos zit. Dat doen ze anders nooit. We gaan hem openmaken voordat ik verder ga. Hij ziet er een beetje leeg uit. Hij is ook niet heel erg zwaar. Ik ben benieuwd wat we gaan zien vandaag. Wat krijgen we deze maand? Oh, moet je er ook in? In de box. Nou, we gaan kijken. We pakken de. Oké. Dit is geen full size. Bever Beauty Pure and Expert. Nutrify Moisture Shampoo. We hebben van Bever, dat is heel lang geleden, wel eens een keer een shampoo erin gehad. Die vond ik toen heel fijn. Die gaf volume. Dit is meer voedend. Winkelwaarde €15,90 voor 258 ml. Je ontvangt 60 ml en dat betekent dat deze een waarde heeft van €7,90. Deze shampoo van Bever gebruikt vochtinbrengende avocadoolie. Dat is voor droog. Avocado is voor droog haar. Dus net zoals nutritief, zeggen ze, is voedend. Dus dat is droog, niet vocht. En aloe vera extract. Om het haar te herstellen, dus voeden. En weer op te bouwen voor een glad, zacht en glanzend resultaat. Brengt een matige hoeveelheid shampoo aan op nat haar. Nou ja, goed. In ieder geval, ze zeggen hier is vocht in brengen. Ze zal geheid iets van hydraterende bestanddelen inzetten. Maar avocado staat toch echt voor voeden. En nutritief staat ook voor voeden. En dat betekent dat we hier te maken hebben met shampoo die geschikt is voor droog haar. Dat staat helaas niet hierin. Want ze zeggen hydraterend en dat zou het voor iedereen kunnen zijn. Maar deze is dus uitermate geschikt voor mensen met droog haar. Om te herstellen, bijvoorbeeld met kleur of met permanent of wat dan ook.
Nou, dat is dit. Dat is het eerste product. En dan gaan we... Nee. Kommetje. Lip Love olie. Roos, rood of roze hebben ze erin. Winkelwaarde 18 euro. Nou, dit product hebben we 3 jaar geleden ongeveer ook. Deze zat in mijn welkomstbox. Toen ik 3 jaar geleden. En er dus is nog een kleur, namelijk persik, peach. En toen en tijd heb ik ze alle drie, had ik ze alle drie door te ruilen. Had ik roze en rood en persik. En toen ben ik ze gaan gebruiken, of ik ben één gaan gebruiken. En ik vond helemaal, niks. Het is een olie. Maar het is een zware olie. Het is meer pasta dan olie bijna. Waardoor het wat zwaar, plakkerig... Hij plakt niet. Maar hij voelt wat zwaar aan op de lippen. En ik vind hem dus echt niet fijn. Ik heb nu op dit moment de rode. Ik kan hem eruit halen. Maar dit is dus een product... Het ziet er leuk uit. Maar dit is een product die we dus al een keer hebben gehad. Voor de mensen die lang lid zijn, is dit dus een herhaalproduct. Nou, ben ik niet van gediend. Vind ik niks. Sorry. Niet mijn ding. Voor de mensen die net lid zijn geworden, denk ik dat dit best heel erg leuk is om te gaan proberen. Moet ik wel zeggen. En het is een full size. Er zit vitamine C in, vitamine E in, vitamine F in. Dus het is een hele herstellende olie. Die zou ook lekker zijn voor... droge lippen, schrale lippen, dat soort dingen. Maar dan gebruik ik liever een lipbalsem. Nou ja, goed. In ieder geval niet mijn product. We gaan naar volgende... Hé? Nee. Het volgende product, jongens. Van Skon. Een face scrub. Die heb ik 2 weken geleden, toen ik eindelijk mijn januari box kreeg, ook al in de box gehad. Nee. Toch? Full size face scrub, kristal, peeling, winkelwaarde 30 euro. Nou heb ik toevallig de box van vorige maand hier staan, want daar staat mijn ding op. En ga ik even kijken. Echt, voordat ik hem laat vallen. Zo. Ja, nee. Nou jongens, we hebben wederom een face scrub van Skon. Die zat in de januari box. En die zit in de februari box. Hoe? Oké, next product. 4. Nail polish van Tomborg. Nou, dat merk kennen we ook. Is ook een full size. Je hebt of een nagellak. Of een lipgloss. Winkelwaarde 25 euro deze maand. Heb je of een nagellak of een lipgloss. Ontvangen van deze met Tomborg. Deze ga ik eens kijken wat ik heb. Want ik denk dat ik een nagellak heb. Want ik heb in een crushbox al een lipgloss gehad. Dus dit zit er bij mij in. Ik ga ervan uit dat dit dan de nagellak is. Dus dan gaan we hem even wegzetten. Ze zeggen een 3-in-1. Deze nagellak. Een 3-in-1. Deze nagellak is een 3-in-1, een base coat, een nagellak en een topcoat in 1 product. Nou, dat is natuurlijk wel fantastisch. Je hebt of nummer 6, de 6, een glamorous amandelkleur, of nummer 10 dek is. Of betref ik een rode tint. Nou, ik weet niet of je het kunt zien. Dit zijn de kleuren die er dan zijn. En dan hoop ik dat het, nou ja, rood. Dan hoop ik dat ik die roze heb. Oh god. Nee dus. Ik heb dus die amandelkleur. Echt. Nou, ik ben al zo wit als maar kan. Dus dit is een kleur die voor mij echt niet gaat werken. Dan word ik echt grauw. En zie ik eruit als een zombie. Dus dit is voor mij niks. Oké. Nou. En dan het laatste product. Ook geen full size. Dat is een body blur. Die heb ik ooit eens een keer bij de LF een keer meegekregen. Toen ik iets besteld had. Winkelwaarde 37,49 euro voor 100 ml. Je ontvangt 30 ml. En dit is dus een waarde van 11 euro. Body blur latte. Is een instant lichaams...
lichaamsmake-up die onvolkomenheden als cellulitis en spataders vermindert. Het geeft je huid direct een medium brons tint en zit boordevol goede ingrediënten die je huid hydrateren. De elasticiteit versterken een anti-aging werking. Nou, dat is natuurlijk leuk, een anti-aging. Breng aan met een tanning mid en wees spaarzaam op het gezicht en blend met make-up kwast. Vergeet niet daarna je handen te wassen. Oké, dus dit is een crème, een getinte crème voor je hele lichaam. Zowel voor je lichaam als voor je gezicht. En het kan oneffenheden daardoor verminderen omdat je huid donkerder wordt. Dus dan zie je de verkleuringen minder. Nou, dat is logisch. Wat ik wel heel grappig vind is dat hier staat onvoorkomen als cellulitis. Nou, cellulitis, als het aan het is, dan is het een ontsteking. Dus dat kan niet. Het is dan celluliet. En celluliet zijn bobbeltjes in de huid. En ik weet niet hoe een gekleurde crème dat kan verminderen. Maar dan moet er al iets in zitten, waardoor je dus afvalstoffen afvoert. Waardoor je celluliet kan verminderen. Oké. Nou, dan zal er cafeïne in zitten misschien. Oké, nou, dat zou nog één. En dan werkt het dus niet aan de buitenkant, maar dan werkt het dus vanuit binnen. Maar spataders? Spataders krijg je doordat je op hoge hakken loopt. Of dat je continu met je benen over elkaar heen zit. Of, weet je, dat zijn dingen die kan je niet met een crampje wegkrijgen. Ook niet van binnenuit. Dat moet weggespoten worden. Of ja, een soort van dolter. Dat moet gedaan worden door een vaatchirurg. Dus leuk verhaal, maar bullshit. Dus deze heb ik al een keer geprobeerd. En het werkt voor mij niet. Ik hou meer van de tanning drops. He, dat je dat door je body lotion of door je dagcreme heen mengt. Waardoor het langzaam wat verkleurt. Dus dit is niet. Ik vind dit geen fijn product. Dus. Met andere woorden. Als ik naar deze box kijk. Is hij dus. Vind ik hem. Zelfs minder. Leuk dan januari. Ik wist niet dat het nog slechter komt. Maar het kan. Ach jongens. Jee. Ik wil heel graag iets positiefs zeggen. Maar ik weet gewoon echt niet meer hoe. Ja. Ik kan wel iets positiefs zeggen. Het is 14 februari, nu is het 15 februari, maar gisteren, 14 februari, is de box gekomen. Onwijs op tijd. Super. Daar ben ik heel positief over. Voor de rest, dit is misschien nog leuk. Ja. Het is geen full size, dus ben je ook snel doorheen. Maar dit vind ik nog leuk. De bruinende bordcreme, ja. Heb ik al, als je het nog niet hebt gehad, dan is het natuurlijk hartstikke leuk om te proberen. Ja, zeker weten. Maar ik heb hem al een keer gehad, voor mij, ik vind niks. Dus dan is dat niks voor mij. Lipolie. Herhaalproduct. Niks voor mij. De scrub. Goddomme. Mag ik het zeggen? Zat er vorige maand al in. Ik ben echt pissig hierover. De nagellak. Ik haal niet eens meer uit de doos, jongens. Dus. Leuk geprobeerd, ja, moet ik zeggen. Leuk geprobeerd. En als het een 3-in-1 eigenlijk is, had ik hem ook graag willen proberen. Een base coat, top coat en base en top en kleur in 1. Leuk concept. Had ik ook wel willen proberen. Ik heb het idee dat het in mijn ogen niet kan werken. Maar hey, ik ben ook nagelstylist. Had ik dus wel heel graag willen proberen. Maar dit, jongens, is niet mijn kleur. Echt niet. Dus ja, mijn box gaat terug. Ik ga hier echt geen geld aan uitgeven. Ik vind het de €25 niet waard. Totaal voor mij niet waard. Ben je nieuw bij Coolibox? Is dit je eerste box? Vind je het misschien hartstikke leuk en is het je €25 wel waard? Had je de box van vorige maand ook al, dan is één product minder. En heb je dus eigenlijk maar 4 producten. Voor €25. En als je deze nog nooit hebt gehad, is het leuk om te proberen. Als dit jouw kleur is, is het leuk om te proberen. Voor mij? Nee. Voor mij is dit de slechtste box ooit. Jammer. Ik ben ook heel, heel, heel,
heel benieuwd wat jullie van deze box vinden. Balen jullie ook dat een... Het zal toch een foutje zijn, denk ik. Kan toch niet? 2 maanden achter elkaar hetzelfde product? Nou, ik ga ervan uit. Ik ga ze wel proberen te bereiken. Via mails en messengers. Want ik heb ze ook een mailtje gestuurd over de januaribox. Niks. Totaal geen reactie. Ik ga het weer proberen om te vragen of dit toch echt een foutje is. Ja, bellen kan vanaf 2 uur. Van 2 tot 5. Dus je hebt maar 3 uur de tijd. En aangezien ik gewoon ook aan het werk moet. Ik zit weer in mijn werktenue. Dus ben ik bang dat ik dat weer ga vergeten. Dat ik daar gewoon geen tijd voor heb. Maar ik ga het wel proberen, jongens. En ik wil weten hoe ik de box terug moet sturen. Want ik vind niks. Maar goed, nogmaals. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Als jullie net nieuw zijn. Als jullie nog niet lang lid zijn van Koeienbox, is dit misschien een hele leuke box. En dan hoop ik positief commentaar te krijgen van jullie. En anders dan hoor ik wel wat jullie ervan vinden. Ik ben benieuwd. Tot de volgende unboxing.